nou benieuwd hoe je deze glimmende, gezonde krullen krijgt zonder dat je haar beschadigt? Blijf dan even meekijken, want ik heb dit gedaan met de Dyson Airwrap Complete Multistyle. Ik moest eventjes spieken hoe die ook weer in zijn totaal heet. En ik ben heel erg enthousiast over. Het duurde echt niet lang. Normaal is mijn dikke haar echt een hel om te krullen, maar dit kostte me echt bijna geen tijd. Check even hoe ik het heb gedaan en veel plezier met kijken. Ik draai helemaal rond. Kijk, deze stoel blijft niet zitten. Nou, we beginnen eerst met nat haar. Ik heb het net gewassen. In de tussentijd heb ik mijn make-up gedaan en het is dus al een beetje opgedroogd. Ik wil even zeggen dat je niet iets van een heat protector in moet doen. Want de Dyson Airwrap Complete is niet, zeg maar, schadelijk voor je haar. Ik doe alleen wel deze erin. Dat is een anti-klit, want ik heb gewoon best wel veel haar en het gaat snel in de klit. Dus ik doe alleen eventjes, zodat ik het goed kan uitworstelen. Ik heb altijd geleerd van een kapper dat je niet je haar moet worstelen als het nat is. Dus ik ga het ook eerst feunen. En dat ga ik doen met de Dyson Airwrap Feun. Kijk, het zit allemaal in dit pakket. Maar ik heb het dus al gebruikt. Dus het zit er zo in. Dit is de feun. Heel lang snoer ook, super chill. En, of nou, dit is het basisstuk, zeg maar. En dan is dit het feundeel. En die ga ik gebruiken om mijn haar even te feunen. Ik zou ook deze kunnen gebruiken. Of van die borstels. Of ja, dit is zo'n feun, echt zo'n ronde borstel. Die andere zijn borstels. Maar ik ga het gewoon eventjes helemaal feunen. Zonder dat ik het verder ga borstelen. Ik weet ook niet waarom, maar dat vind ik gewoon de chillste manier. Dus ik ga hem even aansluiten. Even kijken, dit klik je er gewoon zo op. En deze met stopcontact. Nou, hij is net lang genoeg. Nou, dat is op zich wel gewoon prima. En nu ga ik dus eventjes heel mijn haar feunen. Oké, nu ga ik het voorzichtig wel uitborstelen. Het is, zeg maar, voor de airwrap, want ik ga dus nu haar krullen, is het het beste om ongeveer haar 80% droog te hebben. Ik ga het voorzichtig, omdat het nog niet helemaal droog is, begin ik aan de onderkant met het uitborstelen. Dat doe ik sowieso bijna altijd als het nog een beetje nat is. Ik heb daar trouwens een spiegel staan. Dus vandaar dat ik soms even naar die kant kijk. Zoals je ziet is mijn haar super stijl. Oké, dan ga ik een deel omhoog doen, zodat ik kan beginnen met de onderste laag krullen. Ik doe het meestal in twee lagen. Mijn normale... Hallo. Mijn normale krultang. Moet ik het echt in drie lagen doen ofzo, maar deze werkt echt zoveel chiller. Dat zet ik dan zo vast. En dan heb ik een onderste laag. Oh, ik ben los. Ja, ik heb echt vet dik haar. Dus dit is altijd even een ding om goed vast te zetten. Dan borstel ik het nog eventjes een beetje door. Oké. Nu is het zo. Dan ga ik deze afhalen. Dat doe je gewoon met die naar beneden en dan hup. En dan pak ik Airwrap. Je hebt ze in de kleinere maat en in de grote maat. Ik ga er wat... Oké, ik pak de kleinere. Ik vind het groot ook super mooi, maar ik heb ze in iets kleinere krulletjes. Je hebt twee standen, zeg maar. Dat is de kant waar je haar op gaat krullen. En ik denk dat ik het zo ga doen, dat ik het naar buiten ga krullen allebei. Is het voor jullie naar binnen? Het is naar buiten, toch? Wow, op de camera is dit, zeg maar, voor jullie is dit naar binnen. Maar voor mij is het naar buiten. Oh ja. Jullie zien de andere kant van de pijltjes. Ik ga het zo doen, denk ik. Maar ik moet dan nog even uitvogelen hoe dat het beste is. Dan ga ik met deze kant beginnen. Je klikt hem er gewoon weer zo op. Dan heb je een hete stand en heb je een koude.
nog een koude zoals je hier ziet, als je hem helemaal omhoog doet. En ik heb dus gehoord dat als je dat op het einde nog doet, dat je krul dan nog beter blijft zitten. Dus dat heb ik nog nooit gedaan, maar dat gaan we proberen. Even kijken. Je doet hem aan. Ik weet dus niet of dit de goede kant is. Of ik hem zo wil of andersom. Maar je zag hoe makkelijk het ging. Je houdt hem gewoon er zo tegenaan eigenlijk en ik krult hij er zo omheen. En die ga ik nu in dit stuk niet mooi even laten chillen en ik pak een volgende pluk. Zie je hoe makkelijk het gaat? Hoppakee. Gedaan. Deze zit al iets anders dan die zal ik maar uitgezakt. Mijn haar is niet gemaakt voor hele strakke krullen en ik denk dat wat je met de Dyson Airwrap maakt ook echt meer wat wavier, lossere krullen, dat je dat daarmee krijgt, wat ik een heel mooi effect vind. Maar je ziet wel hoe snel het gaat. Ik heb het natuurlijk versneld afgespeeld, maar ik ben normaal zo lang bezig met mijn haar en het chill is ook. Normaal moet je haar natuurlijk voor een krultang bijna helemaal droog zijn. Dat hoeft nu niet. Ik moet even een middenscheiding maken. Dat is een beetje lastig. Ik weet niet of je het heel goed kan zien, maar je ziet nu denk ik ook wel hoe dik mijn haar is. Dat de helft echt nog wel een groot stuk is. Ik denk dat het zo wel redelijk goed verdeeld is. Ik spuit nog een beetje meer dit erin, want dit is echt best wel door de klit. Het is dus anti-klit en geen heat protecting. Oké. Dan ga ik weer gaan omwisselen. En dan pak ik een achterste plukje. En nu ga ik even de andere kant doen. Tadaa! Nu ga ik het dus wat laten uitzakken en uitborsten. Deze kant is echt nog bam. Even kijken. Zo. Even kijken, middenscheiding. Dan ga ik het allemaal een beetje uitborstelen. En dan maak je het vaak iets pluiziger. Maar kijk, dan wordt het al wat... Snap wat ik bedoel? Wat rustiger en wat glimmender. En mijn haar voelt ook helemaal niet alsof het nu beschadigd is of zo. Three.
ik vind dit echt heel mooi. Om het gewoon een beetje zo... Zo chill of zo. Ja, ik weet niet hoe ik het uitleg. Deze is nog wel iets meer aan het krullen, zie je dat? Maar dat gaat op een gegeven moment, wordt dat gewoon gelijk. En met een zijscheiding voel ik me altijd weer iets meer mezelf. Hij moet natuurlijk een beetje vormen naar hoe ik het wil. En het is nagenoeg helemaal droog, behalve hier helemaal op mijn kruin is het nog niet super droog. Lekker een bom vol krullen. Ik weet nog niet of ik het in een zijscheiding zou doen, want dit ploft nog wel heel erg. Nee, oké, dit is wel leuk echt. Dus, dit is de look en ik ben er heel erg blij mee. Het heeft me echt helemaal niet lang gekost. Ik denk iets langer dan een half uurtje. Normaal ben ik veel langer bezig en heb ik lamme armen. En ik denk dat ik normaal echt bijna wel 2 uur bezig ben met mijn haar krullen. En dan heb ik hetzelfde resultaat. En nu voelt het ook echt veel gezonder en ja, veel relaxter. Ik vind het heel chill met een kerstnail, want je kan gewoon nog door je haar heen gaan bijvoorbeeld. En ja, ik ben er super blij mee. Check even de link in de beschrijving. En ik hoop dat jullie een hele fijne kerst hebben, ondanks dat we in een totale lockdown zitten. Dat wil ik nog even gezegd hebben. En misschien helpt het dan om jezelf nog een beetje mooi te maken met bijvoorbeeld de Dyson Airwrap. Het is een best wel flinke aankoop, maar ik denk dat het wel waard is als je het geld ervoor hebt. En anders kan je misschien vragen voor de kerst. Laat me even weten als jij hem ook hebt en wat je ervan vindt. Of laat me even weten wat je van dit lookje vindt. Ik vind het heel erg leuk. Het moet nog een beetje gaan uitzakken, want het is nu wel echt nog heel erg ploffy. Kan je ook van houden, maar ik laat het vaak nog wel een beetje hangen. Maar ik ben er verder heel erg blij mee. Dus ja, bedankt voor het kijken. Hele fijne feestdagen, al denk ik dat ik jullie nog wel even spreek voordat het kerst is. Maar in ieder geval, als dat niet meer zo is, fijne feestdagen. Een gelukkig 2021. En laten we hopen dat deze lockdown snel weer voorbij is. Doei! Zo, werken doe ik non-stop in mijn hoofd. Niemand gaat het doen en ik ben liever solo.